Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierigast. Ik ben Martijn. Ik ben Niels. En vandaag gaat er iets heel bijzonders gebeuren, want... Ja, ik ga Martijn ten huwelijk vragen. Ja. Want wij vragen ons af, wat krijg je gratis als je in een vol restaurant iemand ten huwelijk vraagt? Ja, ik denk dat we zeker wel iets kunnen krijgen. Misschien een toetje. Ja. Maar jij gaat nu eerst even naar binnen, toch? Ja, ik ga nu eerst even naar binnen. Ik heb al gereserveerd, maar dan kan ik nog even een plan met hem bespreken. Ja, tof. Spannend! Goedenavond. Hi, ik had gereserveerd onder Niels. Ja. En ik kom mijn partner vanavond ten huwelijk vragen. Ja, ja, leuk. Ik ga hem nu ophalen. Oké. Okay. Over een 10 minuten kwartier zijn. Ja. Kan ik alvast misschien een ring afgeven aan jullie? Ja, natuurlijk. Ik laat zien waar je zit. Ja. We hadden gedacht die tafel daar. Ja. En dan vrienden. Hier, alles. Ja. Dan hebben ze denk ik. Perfect. Toch? Ja. Dat is helemaal perfect. Er komt straks wel een tafeltje aan het raam vrij, dat is misschien ook leuk en romantisch. Ja, ze hebben zo'n camera straks, dus op zich dat ook wel... Deze, hè? Ja, ja, dat is goed. Houden we dat aan. Helemaal goed. Leg ik deze even veilig. Ja, hartstikke bedankt. Oké, tot zo. Tot zo. Yes. Voel je hem? Voel je hem? Voel je hem? Ja. Ik voel hem. Ik word heel spannend. Het is ook best wel naar, je ziet al die meisjes. Ah, leuk. Ja, het is druk. Het is super druk. Het zit helemaal vol. Er zijn twee perfecte tafeltjes voor ons, dus... Oké, let's go, gast. Let's go. Oh, nee! Nou, schatje. Gezellig even, tijd met z'n tweeën. Gezellig, heel druk. Wel, het is druk. Hi. Goedenavond. Gereserveerd. Ja, hartstikke bedankt. Ben ik het niet? Voor mij een biertje. Voor mij ook een biertje, alstublieft. Ja. Nou, cheers, baby. Cheers. Op een mooie avond. Als we nu hebben we voor jullie een kampa. Oh, klinkt lekker. Nou, schatje, zal ik het even naar je mandje brengen? Wat? Ik wil je voelen. Het is zo sexy als je dat doet. Wil ik jou ook voeren, Niels? Ja. Daar ging een mannelijkheid van. In één keer naar bed. Gone with the wind. Ik ga je knalrood ook zitten. Ik kan er niet tegen als iemand zo in jou zo'n spotlight dan zet. Ik weet niet, dat kan ik echt niet tegen. We hebben een vis van de dag op de kaart staan. En vandaag is het gebakken kabeljauw. Lekker ook, lekker. Ja, lekker. Gaan we even. Gaan we even. Oh jezus, gast. Ik kan wel door de grond zakken nu al. Het erg is dat we echt een half uur lang nog hier de hele scène aan het uit moeten gaan spelen. Als we dan verliefd net zijn echt newlyweds. Nou. Maar oké, ik ga zo meteen. Ga je dan zoomen? En dan? Ja. En ik pak je dan op die bek. En dan gaan we knuffelen zo. Ja, knuffelen. Echt, Martijn, doe die zoen alsjeblieft een beetje kort, hoor. Ik moet het zo doen. Als zij langsloopt, moet ik af en toe even aan je zitten. Homo's zijn niet zo, joh. Het is zwaar gemakkelijk voor jou, joh. Wat? Ik heb kippenvel nu. Ik vind je echt heel erg. Ik moet het niet meer afladen. Ja, ik zit dus ook met die gedachten te flirten. Ben je dan een beetje vies van mij? Nee, ik zit vol. Ik ga even naar het toilet. Oh ja, excusez-moi. Hey. Ja. Want die ligt in de kast achter de bar. Oké. Maar ik weet niet hoe je dat wil gaan doen. Nou, ik zat te denken om zo meteen even mijn speech te introduceren. Ja. En dan ga ik op de knieën, dus tijdens de speech, als je dan de ring zou willen brengen. Dus tijdens de speech? Ja. Ah, ik wil het niet meer, man. Ik kan het gewoon niet acteren. Wat moet ik doen? Waar zou ik? Is er nog een biertje? Ja, heel graag. Ja. Oké, we hebben nu het hoofdgerecht gehad. Nu gaat het gebeuren. Maar ik besef me nu dus pas echt hoe ontzettend kut dit gaat worden. Want Niels die gaat
die hele zaal stil krijgen. En ik moet Niels gewoon zijn bek gaan pakken. Ja, dit is echt kut. Oh, ik ga bang. Ik ook. Ik ook. Pak het. Laat het gewoon doen. Lieve Martijn, ik ken je nu al een aantal jaar. En sinds de eerste ontmoeting was mijn hele leven op zijn kop. Ik heb me nooit laten vertellen hoe je de ware kunt herkennen. Maar you have me on hello, Martijn. En mijn vader zei altijd, als je die ware dan ontmoet, moet je er een grote roze strik omheen binden. En dat ga ik vanavond doen. Ik denk dat je wel weet wat ik aan jou ga vragen. Wil je met me trouwen? Ja. Ja? Ja. 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 De roze prik. Die ligt in bed. Heb je dat nog niet meer? Nee. Ja, hartstikke bedankt. Gefeliciteerd. Ja. Super. Spannend, hè? Ja, ik ben... Zo. Ik ben heel erg blij. Oh, geweldig. Ja, cheers. Van zijn bruiloft. Jullie wisten dit natuurlijk helemaal. Ja, maar ik probeer die echt af te leiden. Maar, ik heb echt niks voor dat. Nee, niks. Maar goed, een glas champagne. We moeten wat voor over. Dit alles voor 10 euro. Nee. Aan de kijkers thuis, doe dit niet. Ik ben er klaar voor, man. Zou ik mogen afvinden? Geweldig, ja, hartstikke bedankt. Is er last van jou? Poeh, ik had de hele dag een spanning. Ja, heel erg goed. Echt geweldig dat ze ook champagne gaan zetten. Ja, jij zit ook te trillen daarna. Fijne avond. Ja, hartstikke bedankt. Nou Niels, wat kunnen wij concluderen? Nou, dat het toppunt van gierigheid vanavond is bereikt. Ja. We zijn als hetero's even voor één avond homo geworden. Ja, en zoveel spektakel voor 2 gratis champagneglaasjes. Ja, het is vreselijk. Maar goed, toch telt het mee. Ja, het was gratis. En ik vond dat ontzettend leuk. Vonden jullie dit ook een leuke video? Dan moet je vooral even op de like-knop drukken. En vergeet niet te abonneren op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En als je dan toch bezig bent, volg ons dan ook gewoon even op social media. Gewoon Facebook, Instagram, Twitter, je kent het wel. En dan zien we jou volgende week gewoon weer met een nieuwe aflevering. Later. Nou, zal ik je pijpen? Ja.